Een hele goede dag. Hartelijk welkom bij het Studentendebat 2021. We gaan vandaag met 7 partijen in debat over stellingen die jou aangaan. En we gaan dat doen over onderwerpen die dus relevant zijn om je te helpen om een keuze te maken om te gaan stemmen. Vandaag, morgen of misschien wel overmorgen, afhankelijk van wanneer dat kan. We vinden het heel fijn dat jullie er in ieder geval zijn. Welkom, hartstikke leuk. Ik ga jullie zo dadelijk meteen introduceren. Ik moet er even bij zeggen dat we 1 afmelding hebben. Mensen hebben het misschien gezien in de promotie. Peter Quint van de SP kan niet aanwezig zijn vanwege hoestklachten. We moeten het dus met 1 iemand minder doen. Maar goed, we hebben wel 7 andere fantastische kandidaten. En ik ga ze even direct aan je voorstellen. Ik ga gewoon even 1 voor 1 iedereen langs om te kijken wat voor vlees we hier in de Kuip hebben. En ik wil eens even beginnen met Dennis Wiersma van de VVD. Hartelijk welkom ten eerste. Om even wat over jou te vertellen. Je bent 35 jaar oud. Je zit in de Tweede Kamer sinds de vorige verkiezingen in 2007. Daar ben je woordvoerder Economie, Innovatie, Hoger Onderwijs en Wetenschap. Dit keer sta je nummer 9 op de lijst. Dus dat ziet er redelijk goed uit als je naar de peilingen van de VVD kijkt. Via de MAVO, HAVO en HBO ben je terechtgekomen op de universiteit. Daar heb je sociologie gestudeerd. En dat heb je gedaan in Groningen, heb ik begrepen. Je was vicevoorzitter van de LSVB in 2009 en 2010. Dat was het. Jij kijkt nu ook inderdaad Lise Vesterweld aan. Want dat was het jaar nadat jij daarin zat. Dus daar kennen jullie elkaar al van. Wat ook wel leuk is om te weten, ik heb wat wetenswaardigheidjes geprobeerd te vinden over de kandidaten. Dennis, jij bent iemand die van hardlopen houdt, heb ik begrepen. Wie niet, hè? Heb je nog een beetje deze campagnetijd gehad om te gaan hardlopen? Ja, wel een beetje. Ik doe dat dan, probeer ik 's morgens te doen. Maar dat klinkt stoerder dan het is, maar want ik heb 2 kinderen. En die zijn allebei rond 7 uur wel wakker. Dus ik probeer daarvoor te doen. En dat lukt ongeveer 1 keer in de week. Dat lukt 1 keer in de week, ja. Je hebt ook de marathon van New York gelopen. Die heb ik ook gelopen. Ja, dat haal je niet met 1 keer in de week. Dat haal je beter niet. Dat is flink trainen, ja. Was je een beetje tevreden over je tijd? Ja, wel, jawel. Ik had 3:50 gelopen. Het jaar daarvoor 4:06. Dus ik heb 2 jaar achter elkaar gedaan. En ja, ik hoop daarna nog een keer te doen, maar toen ben ik niet ingelood. Dus, en daarna was hij niet meer. Dus. Ja. Nou, dat is niet een hartstikke leuke hobby. Ook om een beetje in ieder geval je hoofd te kunnen luchten. Zeker natuurlijk in drukke politieke tijden is dat van belang. Fijn dat je er bent, Dennis. Hartstikke leuk. De tweede kandidaat die ik even aan jullie wil voorstellen, dat is Kirsten van den Hul van de Partij van de Arbeid. Kirsten, hartelijk welkom. Ook over jou hebben we wat dingetjes opgezocht. Je bent 44 jaar oud. Je zit ook in de Tweede Kamer sinds de vorige verkiezingen. Je bent daar woordvoerder onderwijs, wetenschappen, media, emancipatie, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Een hele lijst, een hele, nou ja, goed grote portefeuille die je daar hebt. Deze keer sta je nummer 12 op de lijst. In het verleden heb jij Russische taal en letterkunde en Oost-Europese studies gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Je bent gastdocent aan de Haagse Hogeschool. Sommige mensen die kijken, die zullen je misschien daarvan kennen. Je komt uit Overijssel, je woonde eventjes in Tunesië, maar nu woon je in Den Haag. Woon je in de buurt? Dus het is voor jou, je bent op de fiets hier naartoe gekomen? Ik ben op de fiets hier naartoe gekomen, zeker. Nou, kijk eens. Verder was je VN-vrouwenvertegenwoordiger in 2011. En je bent columnist geweest voor onder andere AD en Trouw. Ja. Als je nou moet kiezen tussen een hele vurige column schrijven waar iedereen de volgende dag over praat, of echt een vlammend pleidooi in de Tweede Kamer, waar kies je dan voor, Kirsten? Ik een heel erg lastig dilemma, want met een column bereik je meer mensen, maar met een vurig pleidooi waar je uiteindelijk bijvoorbeeld wetgeving kan beïnvloeden, heb je uiteindelijk meer impact. Dus dan zou ik toch kiezen voor een vurig Kamerdebat, maar dan wel met een uitkomst die echt zoden aan de dijk zet. Kijk, dat is een hele duidelijke keuze. En daarna erover schrijven. Kijk, Lammert snapt het. Het hoeft geen dilemma te zijn, inderdaad. Ja, dat is ook helemaal weer waar. Goede aanvulling daar inderdaad van Lammert. Kirsten, ook zeg ik tegen jou hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. We gaan dus naar Lammert van Raan, de Partij voor de Dieren. Dat is jouw partij. Jij bent 59 jaar oud. Ik schaam me er een klein beetje voor om het erbij te zeggen. Je bent de senior in dit gezelschap. Maar dat vinden we natuurlijk ook hartstikke fijn. Dat is nou net het probleem, hè? Die schaamte die jij voelt. Dat is helemaal niet nodig. In dat geval zeg ik het met heel veel overgave. Fijn dat je er bent in ieder geval als de meest ervaren persoon in dit gezelschap. Ik zeg er ook bij dat jij sinds de vorige verkiezingen lid bent van de Tweede Kamer. Je houdt je bezig met financiën, klimaat, luchtvaart, sociale zaken, werkgelegenheid en onderwijs. Je studeerde bedrijfskunde in Groningen. Je woont nu in Amsterdam. Je bent getrouwd en jouw vrouw heeft de Partij voor de Dieren opgericht in het verleden. Ja, mede oprichter. Mede opgericht, ja. Inderdaad, ja. Nou las ik ook dat jij vroeger echt uit een VVD-gezin was. Dus
Dus jij was een soort van Dennis toen je opgroeide. Ja. En op een gegeven moment heeft dat een afslag genomen. Ja, ja, en is dat allemaal drastisch anders gegaan. Ja, ik ben ook erg hoopvol voor Dennis. Het zal nog een jaar of twee, drie duren. Uit dezelfde buurt, hè, Lammert? Ja, we komen zelfs uit het noorden. Hij het Vlaanderenkruik, ik uit Harlingen. Maar het klopt inderdaad. Wat heeft dat voor, hoe is die, zeg maar die overstap, hoe is dat gegaan destijds? Ja, heel veel gevechten en heel veel ruzie. Nee, heel geleidelijk. Op een bepaald moment kom je er toch achter dat we het met de gedachte hoe de VVD de wereld ziet, daar gaan we het niet meer redden. Het is ook inmiddels overduidelijk overigens. Hè. Dat is niet wat de Partij voor de Dieren zegt, dat zegt ook de wetenschap. Dus die overstap ging geleidelijk. Overigens via zwevend kiezen naar GroenLinks, lokaal, internationaal PvdA. Kortom, een hele zoektocht. En ik moet altijd denken aan wat Augustinus, onze kerkvader, zei. Hè? Geen heilige zonder verleden, maar ook geen misdadige zonder toekomst. Exact. Ja. Dat vond ik wel van mij van toepassing. Ja. En wat ik dan ben, laat ik aan jou. Ik wou zeggen, het debat is eigenlijk stilletjes alweer een klein beetje begonnen hierbij met een duidelijke uitspraak. Ik hou mijn mond. Lammert, fijn dat je er bent. Ja, we gaan naar de overkant, want daar hebben wij Sindo Núñez Queja aan onze CDA, zeg maar, zeil staan hier. Sindo, heel fijn dat je er bent. Fijn om jij te zijn. Bent 49 jaar oud. Jij bent geboren als zoon van de hoogovens gastarbeiders afkomstig uit Galicië in het noordwesten van Spanje. Je bent hoogleraar wiskunde aan de UvA, Universiteit van Amsterdam. Je hebt zelf econometrie gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Je woont in Heemskerk, je bent getrouwd. Je staat nu nummer 39 op de lijst. Dat betekent dus dat jij rekent op een aantal voorkeurstemmen. Dat zou heel goed kunnen, ja. Dus je wil mensen oproepen om op jou te stemmen, begrijp ik ook vandaag. Dat zeker. Waarom moeten ze op jou stemmen? Ze moeten op mij stemmen, omdat ik denk dat wij in het CDA heel veel regiokandidaten hebben, en dat geldt ook voor andere regiokandidaten, die een ander geluid kunnen laten horen, een representatie vanuit de regio kunnen geven. En dat geldt voor mij in het bijzonder vanuit de Eimond. Ja. Je hebt ook twee nationaliteiten, de Spaanse en de Nederlandse. Gelukkig mag dat. Dat mag inderdaad, zeker. En ik kan me voorstellen, het WK 2010, dat voor jou wel een spannende gebeurtenis was. Ja, ik schrijf daar volgens mij ook iets over op mijn website. Ik was voor Spanje, daar zal ik wel heel eerlijk in zijn. Maar ik had ook niet getreurd als Nederland dat had gered. Als je twee kinderen hebt, dan hou je van allebei. En zo is het met twee nationaliteiten. Dat is mooi gezegd, ja. Eigenlijk is het gewoon hoe dan ook een mooie uitkomst voor jou wat er gebeurt. En we weten natuurlijk allemaal wat er is gebeurd. Andere mensen waren minder blij. Maar in ieder geval fijn dat je er bent, Sindo. Ja, nee, ik ben het ook een beetje verdrongen, eerlijk gezegd, ja. De volgende kandidaat die ik graag aan iedereen hier wil voorstellen, dat is Lisa Westerveld. Lisa, fijn dat je er bent. Namens GroenLinks, jij bent 39 jaar oud. Je bent ook in de Tweede Kamer sinds de vorige verkiezingen. Je bent gekozen met voorkeurstemmen. Dat is natuurlijk een hele prestatie. Gefeliciteerd. Hoop je dat dat weer gaat gebeuren? Ik neem het aan van wel. Ja, ik hoop eigenlijk dat we meer dan 10 zetels halen en die voorkeurstemmen helemaal niet nodig zijn. Het spant erom in de peiling inderdaad. Je bent woordvoerder onderwijs, sport, media, jeugdzorg en kinderopvang. Dit keer sta je inderdaad nummer 10 op de lijst. Voorheen was je voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond en gemeenteraadslid in Nijmegen. Zoals een goed GroenLinkser betaamt ben jij vegetariër. Je hebt in het verleden filosofie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En je voetbalt graag en je luistert graag naar heavy metal en hard rock. Ik wil niet aan stereotypes doen hier en dergelijke, maar dit verbijsterde mij licht. Ik zie er ook niet uit nu als een... In de zomervakantie, dan ga ik altijd op vakantie ga ik in een tentje slapen naar festivals toe. Met ook een aantal collega's uit de Tweede Kamer. Dus je kunt ook vrienden van elkaar zijn als je met elkaar in de Tweede Kamer zit. Dus dat zijn mijn hobby's. En in het weekend ga ik heel graag, trouwens door de week ook, dan sta ik heel graag op het voetbalveld. Het is juist de plek om andere nieuwe mensen tegen te komen. Maar het is ook soms fijn om even na zo'n drukke week gewoon op dat veld te staan. Gewoon gezond bezig gewoon te zijn. Gewoon even ontspannen. Ja, wat Dennis met hardlopen heeft, probeer ik dan net iets vaker in de week dan te doen met voetbal. Ja. Maar dat je met Tweede Kamerleden dus naar een festival gaat, dat vind ik dan ook wel weer een grappig weetje om dat hier te horen. Ja, maar ik denk altijd, wij zijn helemaal niet zo heel erg veranderd sinds wij in de Tweede Kamer zitten. Soms dan zien mensen ons wel ineens heel anders, hè, als belangrijk en in Den Haag. Maar ik heb nog gewoon dezelfde hobby's als voordat ik in de Tweede Kamer zat. En dat geldt volgens mij voor heel veel van ons hier. Ja. Ik denk dat dat alleen maar goed is. Dat lijkt me ook inderdaad. Ja. Nou, hartstikke mooi. Fijn dat je er bent. Welkom, Lisa. We gaan door met Aniel
Kumar van de ChristenUnie. Anil, hartelijk welkom ook voor jou. Je bent 30 jaar oud, je staat nummer 29 jaar oud. 29 jaar oud, je staat nummer 29 op de lijst. Nou, dat is hartstikke mooi. Ook jij hebt dus eigenlijk voorkeurstemmen nodig om het te gaan redden. Je bent strategisch regisseur op economie en Greenport van de gemeente Westland. Je woont in Zoetermeer. Je hebt Asian Studies gestudeerd in Leiden. Wat word je normaal gesproken met Asian Studies? Nou ja, dan sta je hier op een gegeven moment. Hè. Dat is, eigenlijk is daar niet één vast beroep voor, joh. Wat ik heb een Indiase achtergrond en ik had wel het gevoel toen ik ging studeren van jongens, India, dat is wel een beetje de toekomst. Daar ga je, als je daarover gaat studeren, dan heb je gewoon een streepje voor straks, hè, als het gaat om de wereldeconomie. Je ziet ook veel mensen in het bedrijfsleven terechtkomen. Maar ook in, veel mensen studeren door, promoveren, veel onderzoek. Dus het kan alle kanten op gaan, journalistiek. Ja. Je zei het al even inderdaad, want jouw vader die vluchtte vanwege een religieuze burgeroorlog van India naar Europa. En daarom kwam hij uiteindelijk in Nederland terecht. Dus dat is ook een land waar jij inderdaad iets mee hebt in dat opzicht. Ja, zeker. Hij is de enige die van die generatie toen het land verlaten heeft. Dus eigenlijk woont vrijwel al mijn familie nog van mijn vaders kant daar. Ja. En door corona lukt het nu even niet, maar ik ga er graag heen. Binnenkort, we houden ons allemaal eraan dat het over misschien een paar maanden, we gaan het zien inderdaad weer kan, dat we in ieder geval weer op vakantie kunnen. Fijn dat je er bent, Anil. Leuk ook om dit debat met jou te voeren. Als laatste hebben wij daar helemaal achteraan staan, Carline van Breugel. Carline, hartelijk welkom. Fijn dat jij er ook bent. Je bent 26 jaar oud, je komt uit Eindhoven, je woont nu in Amsterdam. Daar heb je ook gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Je bent public affairs adviseur en dat betekent natuurlijk eigenlijk dat je gewoon lobbyist bent, toch? Ja, en oud-voorzitter van de Landelijk Studentenvakbond. Ik wou net zeggen, je bent voorheen voorzitter van de NSVB. Ik ben net iets trotser op. Ja, terecht dat je het ook noemt inderdaad. Ik las dat je hebt ook echt studentendemonstraties daar gevoerd in jouw tijd, hè? Ja, zeker, tegen het leenstelsel. Hoe was dat inderdaad, om die demonstraties op poten te zetten? Ja, heel, heel indrukwekkend en ook superleuk hoe zoiets werkt. En om dan uiteindelijk voor zo'n grote massa te staan en dat dan lukt of zo. Dat is best wel een hele bijzondere ervaring. En kwam ook wel goed van pas nu met het organiseren rondom een voorkeurscampagne. Ja. Dus heel leuk, ja. Ja, want die voorkeurscampagne heb je nodig. Is dat nummer 32 op de lijst? Nou, dat is iets wat D66 waarschijnlijk niet helemaal gaat halen. Dus mensen kunnen op jou stemmen. Dat is natuurlijk het goede nieuws hier. Ik las verder ook nog dat jij in jouw vrije tijd graag tijd besteedt aan zingen met je a cappella groep en rijden, toeren zelfs op je motor. Klopt, ja. Ja. Doe je dat vaak? Ja, nou nu met de campagne ben ik dus echt gaan flyeren op de motor. Dus toen wat meer. Maar vooral in de zomer anders. Ja, ja, het is wel lekker. Als het lekker weer is, dan gaan toeren met de motor. Ik kan me voorstellen dat je er inderdaad heel veel plezier aan beleeft. Nou, hartelijk welkom aan iedereen weer. We hebben een drietal stellingen waarover we gaan debatteren. En die worden straks allemaal ingeleid door een student van HSV Trinitas. Wat ook wel belangrijk is om te melden, de opzet van het debat is eigenlijk heel erg eenvoudig. Wat we gaan doen hier vandaag is dat ik zo dadelijk eerst de kandidaten na het bekendmaken van de eerste stelling gaan vragen of ze voor of tegen zijn. Ze hebben een bedje wat ze omhoog kunnen houden, waarin dat ook met een kleur is aangegeven. En dan gaan we vervolgens in twee rondes debatteren. Eerst gaan we met een kleiner debat voeren. Dat gaan we met twee of drie partijen doen. Dan kunnen we wat diepgang in het debat brengen. En op een gegeven moment, als die tijd daarvoor om is, er staat ongeveer 6 minuten voor, als die tijd om is, dan hoor je dit geluid. Dan gaan we door naar het grotere debat. Dat is waar alle partijen erbij komen. En als dat op een gegeven moment na 6 minuten ongeveer over is, dan hoor je dit geluid. Dat is een gong. En dat betekent inderdaad dat de tijd echt om is en we zo snel mogelijk door moeten. Tegelijkertijd alle mensen die kijken en die ingelogd zijn, en dat is wel even een belangrijke, die kunnen ook stemmen over wat zij vinden van de stelling. Dat ga ik na afloop van elke stelling ook bekendmaken. En er kan op het einde ook nog een laatste keer gestemd worden over wie de beste die beter is. Met andere woorden, we hebben hier 7 mensen staan, maar zoals Henny Huisman ooit zei, er kan er maar 1 de winnaar zijn. En wie dat is, dat gaan we zien aan het einde in verband met een peiling die jullie ook daadwerkelijk daarop kunnen stemmen. Goed, dat zijn alle huishoudelijke dingen die ik ook allemaal moet zeggen. Zijn we er allemaal klaar voor? Zeker. Zeker. Yeah. Oké, hartstikke mooi. Dan stel ik voor dat we naar de eerste stelling gaan. En die stelling die wordt ingeleid door Boudewijn. Hallo, mijn naam is Boudewijn Brandwijk, tweedejaars bestuurskundestudent en voorzitter van de studievereniging HSV Trinitas. De stelling die ik voor jullie heb is: er moet strengere klimaatwetgeving komen, zelfs als het economische groei in de weg staat.
Ja, we gaan debatteren over het klimaat. En dat is echt een van de allerbelangrijkste onderwerpen die er is voor jongeren. We weten allemaal nog dat 2 jaar geleden zo'n meer dan 10.000 scholieren trokken naar het Malieveld hier vlakbij in Den Haag. En dat geeft wel aan, het is echt een onderwerp dat leeft. Dus de stelling is, er moet strengere klimaatwetgeving komen, zelfs als dit economische groei in de weg staat. Ik zou van jullie graag willen vragen om een bordje omhoog te houden of jullie het eens of oneens zijn met die stelling. Ja, we zien een aantal keer eens. We zien oneens bij de VVD en bij de ChristenUnie. Dat is daar interessant om dat te zien. Goed, dat is heel mooi. Ik zeg ook even tegen alle mensen die thuis zitten, je kunt ook stemmen. En dat kan vanaf dit moment, want we gooien nu de peiling open. Ik wil de volgende partijen uitnodigen om mee te doen aan dit debat. Dat zijn de Partij voor de Dieren, de Partij van de Arbeid en het CDA. En laat ik eens even beginnen met de Partij van de Arbeid. Kirsten, dat ben jij dus. Ja. Waarom ben jij voor deze stelling? Nou, omdat het natuurlijk heel erg duidelijk is dat wij moeten kiezen voor een duurzame toekomst. En die kans die hebben we niet heel lang meer. Dus nu is de tijd om dat te doen. En ik ben het ook niet helemaal eens met het tweede deel van de stelling. Want volgens mij is het juist goed voor de economie als we dat doen. Ja, als we nu investeren in een duurzame economie, dan kost dat geen banen. Sterker nog, het levert banen op. En dat blijkt onder andere ook uit onderzoek van TNO. Dus wij geloven in de win-win en investeren in een duurzame toekomst en investeren in een hele sterke economie. We gaan dus naar de overkant, het CDA. Hoe kijken jullie tegenover deze stelling? Ook ik wil graag een nuance aanbrengen. Dus wij zijn zeker voor een duurzame economie. Ik denk dat de toekomst niets anders toelaat. Tegelijkertijd is het CDA ook een partij van verantwoordelijkheid. Dus je moet wat betreft het tweede deel van de stelling rekening houden met welke economische groei je het over hebt. Je hebt goede economische groei met duurzaamheidsperspectieven en ook economie die daar misschien minder voor geschikt is. Wij zijn ervoor om die economie die de omslag kan maken te blijven ondersteunen, ook als dat een wat langere termijn nodig heeft. Ik wil hem even scherp maken, want stel dat er nou bepaalde klimaatwetgeving is die ten koste gaat van de economie. Stel dat dat gewoon het feit is. Zou je dan nog steeds voor de stelling zijn of ben je dan tegen de stelling? Als ik heel specifiek mag zijn, de staalindustrie is er eentje die, zoals jij aan het begin zei, mij na aan het hart gaat. Dat is een tak van de industrie die een wat langere termijn nodig heeft om de omslag te maken. Ik zou dat soort vormen van economische activiteit niet bij voorbaat op willen geven en ze die termijn geven, ook als dat voorbij 2030 is. Ja, dus ik noteer dat even als een oneens met de stelling. Dan ga ik even naar de andere kant, de Partij voor de Dieren. Ik denk dat ik wel een vermoeden heb hoe jullie er tegenaan kijken, maar je mag het wel even uitleggen, Lammert. Nou, dat aardig van je, dankjewel. Maar misschien als jij het verwoordt, dat het dan beter overkomt. Wie weet. In ieder geval vanuit een onpartijdige positie. Partij voor Dieren heeft niet voor niks een klimaatwet 1.5 geïntroduceerd. Om de huidige klimaatwet, ondertekend onder andere door CDA, maar ook PvdA, GroenLinks, om die te verbeteren. Omdat we de komende 10 jaar voor een ongekende uitdaging staan. We moeten iets doen wat we nog nooit eerder gedaan hebben. En dat is de klimaatcrisis beteugelen, de biodiversiteitscrisis beteugelen en ook de energietransitie gaan doen. En dat is het voornaamste wat er moet gebeuren. En argumenten die ik nu net hoor, van ja, het moet wel economisch verantwoord zijn, dat is precies de reden waarom er inderdaad al 50 jaar niets gebeurt. Want er is altijd een reden, en het CDA is daar heel sterk in bijvoorbeeld, om te verzinnen waarom nou net even niet deze industrie, en jij noemde dan de staalindustrie, maar het kan ook de, als ik met een collega van je spreek, dan gaat het over de luchtvaart, of het gaat over de feestnaam. Er is altijd een reden voor het CDA om even te wachten. Want ja, misschien wordt het wel duurzaam. En dat kunnen we ons eigenlijk niet meer veroorloven. Dus ik ben het helemaal eens met de stelling. Ja. Tegelijkertijd zullen we ook zien, als we dat doen, dat moonshot halen, de komende 10 jaar, dan zul je ook zien dat we een hele nieuwe economie krijgen. Die veel prettiger is en veel beter is. Dus we worden nu eigenlijk tegengehouden door de meestribbelaars. Ik ga eens even naar Sindo, want eigenlijk wordt er hier aan de overkant gezegd wat jij wil, dat is gewoon simpelweg niet realistisch. Ik denk dat niet waar is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de termijn waarover dit soort klimaatproblemen ontstaan, dat is een hele lange termijn. En daarom is het CDA ook zeker een partij die daar op de goede manier op weet te reageren. Als ik kijk naar mijn regio, ja. Ik denk dat er heel veel regio's in Nederland aan te wijzen zijn, dat als je niet met een goed plan komt, wat ook de lokale werkgelegenheid omhoog kan houden, dat je hele andere problemen kunt voor elkaar kunt krijgen. En het gebrek aan industriële capaciteit
diversiteit ook juist weer innovatie in de toekomst in de weg staat. En ik denk echt dat het op dit moment heel kortzichtig is om alleen maar een termijn van 10 jaar vooruit te kijken. En ik vond het ook mooi dat Lammert zei dat het CDA er heel sterk in was, want ik denk dat het CDA daar heel sterk in is. Ik ga even naar Kirsten. Ik ga eerst even naar de Partij van de Arbeid. Kirsten. Ja, wat ik een beetje mis in het gesprek, zoals zich dat hier nu ontplooit, is de internationale dimensie. Want we weten dat op dit moment de zwaarste klappen als het gaat om klimaatschade niet hier vallen, maar in producerende landen. Die vallen bijvoorbeeld in landen als Bangladesh. Nou, we hebben onlangs nog de rechtszaak gezien in Nigeria tegen Shell, gewonnen. Hè. Dat is echt een historische mijlpaal, mede dankzij NGO's zoals Milieudefensie, die zich daar jarenlang voor hebben ingezet. En ik vind het heel erg belangrijk om ook deze hele kwestie aan te vliegen vanuit internationale solidariteit. En daarom hebben wij samen met ChristenUnie, GroenLinks en SP vorige week een wet ingediend die bedrijven dwingt om duurzaam te ondernemen. Want het gaat echt te langzaam. En dan zeggen wij, waar geen wil is, is een wet. Sindo? Ja, dus ik wil dat internationale aspect inderdaad er ook bij betrekken. Helemaal mee eens met het mondiale karakter van de klimaatproblematiek. Maar ook de oplossing moet breder worden gezocht. En daarom steunt het CDA graag op Europese politiek. En je ziet ook dat in ons verkiezingsprogramma wij daar heel erg op aansturen om problemen op te lossen. Daar waar ze thuis horen. En in dit geval betekent dat buiten de, of in samenwerking met andere landen. Ik denk dat in ons verkiezingsprogramma heel duidelijk naar voren wordt gebracht. Ja. We gaan even naar Lammert, Partij voor de Dieren. Ja, ik sluit me graag aan bij het pleidooi wat Kirsten net deed, die internationale component. En we zullen die wet ook gaan steunen die is ingediend. Want dat is natuurlijk superbelangrijk. Hoe wij hier leven vereist 3 wereldbollen. Dus dat is niet vol te houden. Het is natuurlijk niet voor niks dat we als Partij voor de Dieren een initiatiefnota hebben geschreven over ecocide. Dat strafbaar stellen, hè, dat gaat ook helpen om de Shells van deze wereld tegen te houden met hun een destructieve politiek. Ja. Dat is helemaal... Zijn jullie het helemaal eens? Want ik hoorde Kirsten wel zeggen aan het begin, het kan ook allemaal gewoon best wel zo zijn dat er economische groei is en dat dat goed is voor het klimaat. Het gaat nooit ten koste van elkaar. Daar ben jij, als ik jouw eerste pleidooi hoor, het niet helemaal mee eens. Nee, dat klopt. Omdat, kijk, als dat zo zou zijn, dan hadden we het al lang kunnen fixen. Dus kennelijk is er iets waardoor dat niet gebeurt. Dus daarom is er wetgeving nodig. En we zullen ook die groei, die economische groei, dat heilige mantra, moeten doorbreken. Hè? Groei is nu eigenlijk het probleem, omdat het niet losgekoppeld is van CO2-uitstoot, van grondstofgebruik. Dus die moeten we omvormen. En dat wil niet zeggen dat we niet naar een andere economie kunnen. Die bloeit, hè, wat Kate Raworth zegt, die heeft over een bloeiende economie, niet over een groeiende economie. En daar moeten we heen. Ja. En dat kunnen we heel goed bereiken, denk ik. Ja, ik ben het daar heel erg mee eens. Het is ook heel erg hoe definieer je groei? En voor wie is die groei? En dat is het punt wat ik net maakte over de ongelijkheid wereldwijd, die eigenlijk alleen maar is toegenomen door corona. Ja. Laten we dat ook niet vergeten. Maar jullie kunnen het niet helemaal eens zijn, want feitelijk zegt Lammert hier, jij zit daar net sprookjes te vertellen. Nee, volgens mij zegt Lammert het helemaal niet. En ik wil ook nog iets nuanceren wat jij net zei. Jij zei dat ik had gezegd dat dat soms ook ten koste zou gaan van duurzaamheid. Hè? Ik geloof dat dus niet. En ik citeerde net een onderzoek van TNO, waaruit blijkt dat het tienduizenden banen gaat opleveren als we echt radicaal kiezen voor die duurzame economische bloei. Want dat vind ik inderdaad een veel mooier woord dan groei. Mm-hmm. Het kan banen opleveren. Ik denk dat er nu te veel bedrijven zijn die een gevestigd belang hebben bij de status quo. En die hun verantwoordelijkheid ontlopen. En die bedrijven moeten we dwingen om te investeren in duurzame bloei. Dankjewel, Kirsten. We gaan dus even de andere partijen erbij betrekken. Is er iemand die zich geroepen voelt om hierop te reageren? Ja, Aniel, ik ga eens naar jou toe. De ChristenUnie. Ja, ik zit bij een partij die in wonderen gelooft natuurlijk, maar zo'n duurzame economie die komt niet aanwaaien. Die komt niet aanwaaien, kan ik je vertellen. En waar beter dan... hij valt goed, dat vind ik mooi. Waar beter dan in Den Haag kun je werken aan die duurzame economie? Het is hier waar Impact City, waar start-ups zich verzamelen die willen werken aan een betere wereld tegenover de grote techbedrijven. Waar ik nog wel mee zit, want ik ben het helemaal eens eigenlijk met de PvdA. Daarom hield ik mijn bordje ook net een beetje op zijn kant. Het is een soort valse tegenstelling. Duurzaamheid is de beste business case die we op dit moment hebben voor de toekomst. Het is fantastisch om te zien hoe dankzij deze klimaatwetgeving we bedrijven gaan dwingen om een volgende stap te maken. En tegelijkertijd moeten we ook die bedrijven, en dat is misschien een beetje de knuppel in het hoenderhok, die heel lang het probleem zijn geweest, ook proberen onderdeel te gaan maken van de oplossing. Ik heb hier ook namelijk gezien in hetzelfde Den Haag wat voor impact het heeft als grote bedrijven zeggen, prima, bij ons gaat de omslag om. Wij gaan die miljoenen, die honderden miljoenen soms investeren.
En dat omarmen we als ChristenUnie. Daarmee moeten we niet zeggen dat daarmee alles maar gelijk geregeld is. Daarom ook die wetgeving die zo nodig is. Mm-hmm. Eén invalshoek die ik nog even wil toevoegen, want daar maak ik me wel zorgen om. Ja, het levert veel meer banen op. Maar de handjes hebben we nog niet. Dus wij kunnen banen creëren zoveel als we willen met nieuwe wetgeving en bedrijven te dwingen. Maar als ik kijk naar het schrijnend tekort aan dames en heren in de techniek. Ja. Mensen die omslag moeten gaan maken, die zonnepanelen straks op onze daken moeten gaan leggen. Ja. De stucadoors, de elektriciëns, ze zijn er op dit moment niet. Ja. Dus dat is iets waar de ChristenUnie juist van zegt. Als je wil werken in plaats van groei aan bloei, dan hoort daar ook bij het waarderen en het herwaarderen van dit soort talentvolle beroepen en inzetten op die handjes. Ik was even naar de overkant van de zaal. Dennis, ik zag jouw bedje aan het begin en daar stond op dat jij vindt in ieder geval dat economische groei dat belangrijk is en dat niet zeg maar mag leiden onder klimaatwetgeving. Ja, belangrijk, niet belangrijker per definitie. Ja. Je zegt het goed. Ja, ja, exact. Je hoort hier een aantal dingen. Zijn er dingen waar je op wil reageren? Als ik de stelling zo mag interpreteren zoals een beetje Kirsten het deed, PvdA en ook de ChristenUnie doet, dan ben ik het ook wel mee eens. Ja. Dus het is inderdaad een beetje en. Mijn zorg zit erbij, want volgens mij delen we de richting. En ik weet, de Partij voor Dieren wil veel verder en stimuleert daarmee ook het debat en helpt zelfs ook een partij als de VVD daarmee uiteindelijk. Maar wij kijken wel heel erg goed. Nou, en wat voor tijd is dit ook? En hoe krijg je mensen en bedrijven mee? Want als je nu bij Tata Steel zit, het CDA noemde het terecht, je bent een van die 10.000 mensen en jouw bedrijf moet weg of zo, hè, terwijl je al met ontslag bedreigd wordt vanwege allerlei organisaties. In deze tijd, waarin je hoopt nog een beetje werk te hebben en je gezin te kunnen onderhouden, ja, dan is het natuurlijk heel ingewikkeld om nu te zeggen dat bedrijf willen we niet. Dus we moeten dan helpen om dat bedrijf te laten bestaan en het meest innovatief te worden in de rest van de wereld. En datzelfde geldt voor jezelf. Als je nu een warmtepomp moet kopen, €15.000, maar je hebt net eigenlijk je baan verloren, dan moeten we toch wel helpen om dat eerst te doen. En ik wil eigenlijk wel zeggen, we moeten met z'n allen zorgen dat mensen overeind kunnen blijven, want anders heb je helemaal niks aan die hele klimaattransitie, want dan maak je hem niet meer mee. Dus het is een beetje balans houden, maar als we zeggen het moet en het moet samen en we kunnen bedrijven beter worden en het is de beste business case en we hebben goede handen nodig, helemaal eens. En volgens mij hebben we alles in handen en hebben we dit kabinet met een klimaatakkoord ook laten zien dat we ambitieus zijn. Daar mag van ons een scheepje overigens bovenop. Ja. Maar dat geldt wel dat we dat met een aantal sterke landen in Europa samen... Maar ik wil dit punt ook even voorleggen aan GroenLinks, want wat dat Dennis zegt is wel een terecht punt. Je moet mensen wel overeind houden. En mensen lijden enorm onder de coronacrisis. Het is echt ongelooflijk zwaar geweest voor heel veel mensen. En er komt er ook nog eens een keer strenge klimaatwetgeving overheen. Dat kan vervelend zijn voor sommige mensen. Ja, maar dat is eigenlijk gewoon vreemd dat hier wordt opgelegd. Even voor je beeld. De partijen schrijven natuurlijk op in hun verkiezingsprogramma wat ze willen. En ze laten het ook doorrekenen door onafhankelijke planbureaus. En dan blijkt bijvoorbeeld uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks en eigenlijk de meeste partijen hier, dat juist de lage en de middeninkomens erop vooruit gaan. Dat blijkt heel duidelijk. Zeggen we niet zelf, dat zegt het onafhankelijke planbureau. VVD is het enige programma dat de ongelijkheid vergroot. En er is nog iets. Wij laten allemaal onze plannen doorrekenen door ook het planbureau voor de leefomgeving. Die kijkt naar welke gevolgen heeft dit nou ook voor onze omgeving. De VVD doet dat niet. Dus ik ben heel blij met wat Dennis hier zegt. En ik hoop dan maar dat als de VVD één zetel krijgt, dat Dennis erin komt. Maar de VVD laat niet hun plannen doorrekenen. Dat hebben we zelf vorige week gedaan vanuit GroenLinks. En ook Rob Jetten van D66 was ook nog even aanwezig. En dan zie je gewoon dat die plannen van de VVD dramatisch zijn voor het klimaat. Ja, ik wil eerst nog even D66 het woord geven, want ik heb een Nee, ik moet even vanwege de tijd D66 het woord geven. Ja, sorry. Dankjewel, graag. Ja. Nou, fijn dat ik ook nog even het woord kan nemen. Ja. Wat ik denk nog mis in de discussie is wat er gebeurt als we niet handelen. Hè? De enorme klimaatschade waar we tegenaan kijken, waar we nu al tegenaan kijken bij extreme weersomstandigheden, die tellen we nu helemaal niet mee. Dus die kosten die zijn er. Juist. Daarom hebben we geen keuze. We moeten naar een duurzame economie. En dat kan ook op een goede manier. En als je kijkt naar de doorrekening inderdaad, GroenLinks, PvdA, D66, kom je daadwerkelijk op klimaatplannen die tot hun recht gaan komen en waarmee we toekomst hebben. Dankjewel. De laatste 20 seconden, Dennis, ze zijn voor jou. Ik wil zeggen, onze handtekening staat onder het klimaatakkoord en die staat er niet voor niks. Dat hebben we gedaan, dat is ook doorgerekend en dat doen we ook voor 5 jaar. Maar dan ga je weer kijken, halen we die ambities of moeten we het bijstellen? En als we het moeten bijstellen, gaan we dat doen. Dus wij zullen op geen enkele manier bijdragen aan iets wat minder is dan het klimaatakkoord. Dankjewel. En precies op de gong had je net je punt gemaakt. Dankjewel daarvoor. Dank jullie wel allemaal voor dit eerste debat. We hebben ook een uitslag van het publiek. Is er iemand die een gokje wil wagen? Hoeveel procent van de mensen was het eens met de stelling?
80. Ja, dat is redelijk goed. Ja, 79% van de mensen zegt inderdaad dat zij het eens zijn met deze stelling. 1 op de 5 VVD, heel goed. Ja, goed. Dus, we gaan zien of dat voor de volgende en de andere stellingen ook het geval gaat zijn. We gaan direct door naar de tweede stelling. En die gaat over een onderwerp dat heel belangrijk is. Heel veel mensen ook direct in de portemonnee raakt. Heel veel studenten direct in de portemonnee raakt. En deze stelling die wordt ingeleid door Matteo. Hallo, mijn naam is Matteo Pani, derdejaars student aan de Haagse Hogeschool en voormalig lid van de promotie- en activiteitencommissie van Trinitas. Mijn stelling is, het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. Het leenstelsel, inderdaad, ja. Het is ingevoerd in 2015 en de kern van het leenstelsel was natuurlijk dat je geld moet gaan lenen, dat je geen basisbeurs meer krijgt, zoals dat in het verleden gebeurde. Het is wel een systeem dat inmiddels heel erg controversieel is. De vraag is dus, moet het worden afgeschaft? Dat is de stelling, het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. Wie is het eens en wie is het oneens met die stelling? Doe je bedje even omhoog. Ik zie 1, 2, 3, 4 keer eens. En ik zie twee keer aan deze kant. De enige partij die het oneens in dit geval is, dat is de VVD. Dat is wel interessant om dat te zien. We gaan dus dadelijk een debat overvoeren. Maar niet voordat ik even tegen jullie zeg dat jij ook kunt stemmen over deze stelling in de poll als je een van de ingelogde kijkers bent. Goed, ik stel voor dat we dit debat gaan voeren met GroenLinks en de VVD. Met andere woorden, dat zijn Lisa en dat zijn Dennis. Nou, eens even kijken. Laten we eens even beginnen met Dennis. Jij bent het als enige hier oneens met de stelling. Waarom vind jij dat het leenstelsel niet moet worden afgeschaft? Ja, ik wil daar twee dingen over zeggen. Eén is eigenlijk over het stemmen van de partijen. Het is wel een nuancering op de stelling. Het is niet zo dat deze partijen hier met elkaar het leenstelsel afschaffen. Het is wel zo dat sommigen willen de basisbeurs terug. Sommigen willen een aanvullende beurs wat verhogen. Dan krijgt niet iedereen een basisbeurs. En GroenLinks die wil een groot startkapitaal beschikbaar stellen. Maar je kan bij volgens mij alle partijen gewoon blijven lenen. Ook de situatie van voor de basisbeurs en sommigen zelfs gewoon in het huidige stelsel. Dus het is niet zo dat partijen die allemaal oneens zeggen, dat niemand er iets van overeind houdt. Dus het leenstelsel blijft gewoon. Het is wel de vraag, wat komt er nog bij? Komt er nog een hoger aanvullende beurs bij? Komt er toch weer een basisbeurs? Sommigen willen het in de toeslagen regelen. Ik denk een paar jaar verder. De VVD zegt, we hebben dit gedaan om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Nou, volgens mij, als ik veel studenten spreek, is dat eigenlijk nog niet eens genoeg. Want je hoort veel studenten nog steeds zeggen, ja, is dat nou altijd wel goed terechtgekomen? Ik merk nog steeds dat de uitdaging niet altijd bij mij is. En ik ben erachter dat dat soms een kwestie van kwaliteit en geld is, maar soms ook gewoon het onderwijs anders inrichten. Dus wij leggen in ons programma eigenlijk de focus op dat onderwijs veranderen. Dus meer flexibel, dat je bijvoorbeeld per studiepunt kan betalen, dat je het kan combineren met werk, misschien zelfs werken leren. Ja. 3-4 dagen in de week werken, 1 dag leren. Ik denk als je dat aanpast op de voorkeuren van studenten, dat je een heel andere manier van studeren krijgt, die veel beter bij je past en die ook niet meteen ervoor zorgt dat je een hoge schuld opbouwt, maar veel bewuster keus maakt wat je doet. En investeren in de kwaliteit van onderwijs, maar de basisbeurs die komt dus niet terug. Maar laatste punt even, ja? als het mag. De vorige campagne waren veel collega's voor een sociaal leenstelsel. Dat was ook omdat ze zeiden, we willen niet dat de bakker betaalt voor de zoon van de advocaat. En je ziet nu nog steeds, er zijn net zoveel studenten als daarvoor gaan studeren. Sommigen zijn zelfs nog meer gaan lenen dan die basisbeurs. Dus dat is volgens mij een ander probleem. Maar ik vind nog steeds het argument dat het eerlijk moet zijn in de rest van de samenleving. Je bent enorm bevoorrecht als je mag studeren. Dan mag je daar uiteindelijk ook best een rekening voor betalen. Oké, nou, jij mag erop reageren, Lisa. Ja, voor een deel klopt het wat Dennis zegt over de begrippen. Die worden nog wel eens door elkaar gehaald. Het is zo dat we hadden hiervoor een basisbeurs, maar die was ook voor de meeste studenten niet genoeg. En studenten moesten ook flink lenen met hun basisbeurs. Dus heel veel studenten denken, ja, wat ik moet lenen komt allemaal door het leenstelsel. Nou, dat is niet zo. Want de voormalige basisbeurs plus aanvullende beurs, die was voor een aantal studenten nog lager dan als je nu die aanvullende beurs krijgt. Dus ik denk wel goed om dat even in dit debat ook gewoon scherp te hebben. Een van de redenen waarom een heel aantal partijen hier ook was voor invoering van het leenstelsel, was omdat daarmee 1 miljard vrijgemaakt zou worden, werd toen beloofd voor het hoger onderwijs, om in het hoger onderwijs te investeren. Hard nodig, want de studentenaantallen groeien flink en het budget dat van de overheid naar instellingen gaat, groeide niet mee. Dus daar valt heel wat voor te zeggen. We zien ook dat de afgelopen jaren steeds meer jongeren zijn gaan studeren. Dus je kunt ook niet zeggen dat dit invloed heeft op de toegankelijkheid. Wat we wel zien is dat er steeds meer stress is onder jongeren. We hebben het nu met de coronacrisis vaak over mentale problemen. Maar ook voor de coronacrisis weten we gewoon dat heel veel jongeren, heel veel studenten
ongelooflijk veel financiële problemen hebben. En dat komt ook omdat de huizenprijzen zijn, of de huurprijzen zijn gestegen. Dat komt ook omdat het levensonderhoud is gestegen. Maar die stress, want ik ga eens even... Mag ik even dit punt aan Dennis voorleggen? Want ik wil even kijken naar dat punt van die stress. Want dit is iets wat onder jongeren leeft. Veel mensen hebben zoiets van, er is ongelooflijk veel stress. Het feit dat we veel geld moeten lenen, in sommige gevallen is dat wel 25.000 euro. Dat zorgt ervoor dat ik me stressvol voel. Hoe ga je met die jongeren met dat argument om? Ja, heel eerlijk, ik denk ook als wij zouden zeggen, we gaan die basisbus terugbrengen, dan halen we niet die stress weg. Hoop ik wel een beetje, hè? Hoop ik dat de partijen dat hier ook denken. Natuurlijk dat ze iets terugbrengen van de basisbus en die stress weghaalt. Ik denk dat die breder is. Daar zit het CPB ook op, hè, en het SCP op een stapeling. Je komt met veel meer onzekerheid. Als je het vergelijkt met de context 30 jaar geleden, toen was zelfs die basisbeurs veel hoger. Ik heb ook met Lisa bij de LSVB gezeten. Je zag elk jaar die beurs naar beneden gaan. Dus reken je niet rijk met alleen die beurs, want je kreeg eigenlijk steeds minder. Tegelijkertijd, je contract op de arbeidsmarkt is onzeker. De huizen zijn niet te betalen of enorm duur. Dus het is meer aan de hand. En volgens mij moet je het dus niet alleen maar zeggen, nou, die basisbeurs en zijn de problemen opgelost. We moeten op al die fronten werken. Bijvoorbeeld nu met het pakket van het onderwijs, 8,5 miljard nu. Ja. Om corona-achterstanden weg te werken, daar is heel veel aandacht voor die mentale begeleiding. Lisa, mag u even het woord hebben. Die is ook minstens zo belangrijk. Er is nog wel wat meer gebeurd, want bij de invoering van de basisbeurs is dus afgesproken dat het geld geïnvesteerd zou worden in kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs. En instellingen hebben beloofd dat ze, voordat eigenlijk het geld voor het leenstelsel beschikbaar zou zijn, dat ze ook wat zouden investeren. Nou, er is een aantal keer onderzoek geweest naar hoeveel is er nou echt terechtgekomen bij die studenten. En dan blijkt gewoon uit het onderzoek dat de opbrengsten A niet 1 miljard waren. Dat is gewoon niet eerlijk geweest bij de invoering. En B, dat ook niet, lang niet al dat geld bij de instellingen terecht is gekomen. De Algemene Rekenkamer zegt van 1/3 weten we gewoon zeker dat het niet in dat onderwijs terecht is gekomen. En dat zijn wel redenen waarom GroenLinks zegt, ja, als je afspraken maakt, moet je er ook aan houden. Dus wij zijn de afgelopen 4 jaar heel scherp geweest. Nou, we merken gewoon dat niet aan die afspraken is gehouden. Dus dat is de reden waarom jullie zijn veranderd van standpunt. Jullie waren in het verleden voor het leenstelsel. Nu zijn jullie voor het terugkomen van de basisbeurs. Nou, nee, wij zijn voor een beter stelsel. Want we hebben niet voor niets gezegd dat het leenstelsel als toen moest worden ingevoerd. Een probleem is nu dat jongeren die niet gaan studeren, daar heeft Dennis gewoon een goed punt, die gaan de rest van hun leven, als je praktisch bent opgeleid, 2 keer zo weinig verdienen. Je leeft minder lang, je leeft minder gezond, je kunt later een huis kopen. Dat is de reden dat wij zouden willen dat studenten die onder de basisbeursgeneratie of onder de leenstelselgeneratie vielen, een compensatie krijgen. We willen daarnaast ook een beurs terug voor studenten. Ja. Maar we willen dus ook wat doen voor die groep die niet kan studeren, want dat is de groep die in plannen van heel veel partijen gewoon worden vergeten. En dat zijn de mensen die het later veel moeilijker krijgen dan jongeren die gaan studeren. Die compensatieregeling maakt sommige kijkers hier heel blij. Maar ja, Dennis, jij mag reageren. Want op dat eerste, die is gewoon een punt. En overigens hebben we daar vaak ook samen een punt van gemaakt. Namelijk dat die kwaliteit, wat beter moest worden in het onderwijs, er was geld voor. Maar dat kwam niet altijd terecht of heel traag. En we hebben samen ook veel vragen gesteld aan de minister. Het was altijd vaag, altijd ingewikkeld. Dat is ook waarom ik daar een slecht gevoel bij heb. Hè? Want je hebt belofte, maakt schuld. We hebben iets beloofd, namelijk je krijgt beter onderwijs. En veel studenten, nou, 80% steken dan zijn hand omhoog en zeggen, ik heb er niks van gemerkt. Daar word ik heel zagrijnig van. Dus wat wij nu ook voorstellen in ons programma is, maak nou dat soort investeringen in kwaliteit heel persoonlijk. Dat jij weet wat je daar aan extra begeleiding, extra contacturen, extra docenten voor terugziet in jouw onderwijs. En op het moment dat dat verhaal gewoon niet deugt, dan niet alleen aan jouw kant dat je een binnen het studieadvies hebt en punten moet halen, maar ook dat jij verhaal kan halen bij de instelling. Op het moment dat je niet de kwaliteit krijgt die je wil, dan vind ik dat je soms zelfs je collegegeld terug moet kunnen krijgen. Dus dat die kwaliteit veel transparanter en duidelijker is voor wat het voor jou betekent. Het is nu te vaag geweest. Ja. Ja, ik ben daar niet blij mee, dus dat willen we ook aanscherpen. Oké, dankjewel. Ja, het is toch wel zo dat je jongeren met een onverantwoordelijk hoge schuld de arbeidsmarkt op laat gaan. En dat is de reden dat GroenLinks in ieder geval, net als veel andere mensen hier, dat leenstelsel terug wil. Ja. Inpunt over een aantal partijen. Ik ga even naar andere partijen, want ik moet even andere mensen er ook bij betrekken. En ik wil als eerste even naar D66 gaan. We hebben hier, zoals eerder gezegd, een aantal mensen die in het verleden bij de Landelijke Studentenvakbond hebben gezeten. Carline, jij bent er een van. Jij hebt gedemonstreerd, zoals je ook al zei, tegen dit stelsel. Ik kan me voorstellen dat jij staat te popelen om dit debat te betreden. Ja, absoluut. Ja, ik ben zelf nooit voor het leenstelsel geweest. En D66 is er nu ook achtergekomen dat het niet werkt voor middeninkomens. Wat je eigenlijk ziet is dat we zijn ervan uitgegaan dat ouders die genoeg verdienen hun kinderen kunnen helpen bij hun studie. Dus een maandelijkse bijdrage overmaken. Maar in de praktijk gebeurde dat te weinig. Dus die druk ging omhoog op studenten. En wat wel ook nog niet is genoemd is dat de doorstroom stokt tussen MBO en HBO. Mensen minder doorstromen. En dat is zo'n belangrijke route. Juist omdat we structureel mensen bijvoorbeeld met migratieachtergrond lager schooladvies geven die trajecten juist nodig hebben. Dus dat is iets waarop we willen inzetten.
Daarom staan we voor een verzilverbare belastingkorting voor alle studenten. Zo'n €300 per maand in plaats van je zorgtoeslag, huurtoeslag. Geen voorwaarden zoals een eigen voordeur. En een studiebeurs totdat je ouders twee keer modaal verdienen. Bijna €6.000 per maand. Dan verwachten we dat zij helpen van €400. Carlide, jouw eigen partij heeft natuurlijk ooit voor dit stelsel gekozen. Ja. Hoe kijk jij daarop terug als jij naar jouw eigen partij kijkt? Nou, ik denk dat het wel laat zien dat we toch ons moeilijk kunnen verplaatsen in hoe studeren nu is. En als je kijkt dat de gemiddelde leeftijd in de Kamer 48 is en dat er maar één twintiger zit, vind ik het ook niet zo gek dat dat soms niet gezien wordt of te laat gezien wordt. Dat we nu pas bijvoorbeeld zien hoe moeilijk jongeren het in corona hebben. Het zo lang over feestjes hebben gehad, vind ik heel tekenend voor de afstand die er is. Dus daar zet ik me ook voor in. Ja, maar deze Lammert, als senior in dit gezelschap, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, kan jij je voldoende verplaatsen in studenten? Dat is aan de studenten. Maar het is wel waar dat de Partij voor de Dieren, maar ook onder andere het CDA trouwens, altijd gezien heeft, dit moeten we niet doen, dat asociale leenstelsel. Dus het is ook heel fijn dat nu D66 en onder andere dankzij jouw inzet natuurlijk inziet dat dat moet veranderen. Want nogmaals wat Lisa zei, je bent afgestudeerd met een enorme schuld. Dat moeten we terugdraaien, dat moeten we ook gaan compenseren, daar moeten we ook begrip voor hebben. Want we hebben die studenten ook keihard nodig, gezien het eerste blokje waar we het over hadden. Dus dat zou ik willen zeggen als senior. Dan is het aan de studenten of ik me genoeg verplaats in jullie. Precies. We strijden er keihard voor, laat ik dat wel zeggen. Heel goed, ik ga eens even naar Niel toe. Je zit redelijk dicht bij de leeftijd van studenten met jou, 29 jaar. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, nou ja, ik vind dat er heel veel woorden nodig zijn in dit debat om gewoon te zeggen sorry. Het werkte niet. We hebben het geprobeerd. Het systeem werkte niet. Dus afschaffen. Dus een basiskorting invoeren. Dus de beurs terug. Dus zeggen als wij willen dat het gaat in de kern om wat voor samenleving je wil zijn. Wat voor vliegende start je student wil hebben. Het ging hier over een bevoorrechte positie als je wil studeren. Dat is geen bevoorrechte positie. Dat is een grondrecht. Precies. Als wij willen dat jongeren een vliegende start maken in deze samenleving. Dan moeten we zeggen, jullie krijgen die beurs. Wij zorgen ervoor dat de investeringen in het onderwijssysteem op maat zijn. Op maat, dus voor elk student. En dat gaat heel veel geld vragen, dat rekenen we ook door. Maar dat onderwijs op maat terugkomt en dat we zeggen, jullie, daar investeren we in. Een vliegende start, punt. Kirsten. Ja, ik hoop dat er factcheckers meekijken bij dit debat. Want er worden hier nu toch wel een aantal dingen gezegd die gewoon feitelijk echt niet kloppen. Wat hoor je kloppen. Dat niet klopt? Dat er dus bijvoorbeeld wordt geïnvesteerd in gelijke kansen. Dat er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Het punt van hoe je dat met toeslagen kan regelen. Ja, Lisa zei het net tijdens de bel. Maar wat doet D66 met de zorgtoeslagen, met de huurtoeslagen? Ik ben heel erg benieuwd wat uiteindelijk de antwoorden zijn van deze partijen. Op mijn vraag, wat doen jullie aan die toenemende kansenongelijkheid en hoe investeren jullie in de kwaliteit van het onderwijs? En dat zijn wel de vragen waar het dit moment over zou moeten gaan. Vorige week nog eindelijk het lang verwachte bekostigingsonderzoek gepubliceerd. Daar blijkt uit dat er gewoon een enorm gat zit in de begroting van ons hoger onderwijs. Dat weten wij al lang, dat weten studenten al lang, dat weten heel veel medewerkers in het hoger onderwijs al lang. Ja. Dat is nu bewezen, onderzocht. Daar moeten we dus wat aan doen. Nou, er staat hier een aantal partijen dat daar wel degelijk in investeert, maar ik hoor nu ook partijen van alles roepen die daar in hun doorrekening absoluut niet. Even het laatste woord geven aan D66, Carline. Ja, dankjewel. Nou, goed punt. Zeker investeringen zijn ook nodig. Daarom investeren we een miljard in het hoger onderwijs. Die zorghuurtoeslag die schaffen we inderdaad af, wordt €300 per maand, maar we halveren ook de zorgkosten waarmee dus onder de streep niemand erop achteruit gaat. Het duurt wel lang, hè, denk ik. Want de Belastingdienst is niet makkelijk, hè? Het zal niet in één keer gaan, maar het huidige toeslagensysteem is gewoon te complex en heeft mensen gediscrimineerd en dat moet gewoon anders. Nee, maar wat Kirsten zegt... Dankjewel. Dat is helaas de gong. Ik kan het, moet het helaas afkappen. Een interessant debat, in ieder geval een belangrijk debat, ook voor heel veel mensen die zitten te kijken. Dank jullie allemaal voor het voeren van dit debat. Als we eens even kijken naar de uitslag en hoe mensen thuis hebben gestemd, dan is dat wederom een vrij duidelijke uitslag. 92% van de mensen is het eens met de stelling dat het leenstelsel voor studenten afgeschaft moet worden. Goed, dat was alweer de tweede stelling. We zijn alweer over de helft heen. We gaan naar de derde stelling en die wordt ingeleid door Tim. Hi, ik ben Tim Masselink. Ik ben 17 jaar oud en eerstejaars student bestuurskunde. En de stelling die ik voor jullie heb is als volgt. De pensioenleeftijd moet automatisch stijgen als ook de levensverwachting stijgt. Ja,
En dan zitten we hier in het debat over jongeren te praten en dan gaan we het over de pensioenleeftijd hebben. Maar daar is wel een hele duidelijke reden voor. Uiteindelijk is het zo dat het stelsel betaalbaar moet blijven. En als je het systeem niet betaalbaar houdt, kan dat betekenen dat jij en ik misschien geen pensioen meer krijgen later. Op dit moment is het zo dat de pensioenleeftijd automatisch stijgt als de levensverwachting stijgt. Maar er zijn partijen die daarvan af willen. De vraag is dus, moet dat worden losgekoppeld? Daar gaat de stelling over. De pensioenleeftijd moet automatisch stijgen als de levensverwachting stijgt. Dat is de stelling. Ben je daar voor of ben je daar tegen, is mijn vraag. Hou de bedjes alsjeblieft even omhoog. Oké, ik zie dat Lammert in ieder geval iets oranje heeft gemaakt. Ik ga dat even meetellen als een oneens. De rest van de mensen is het eens met deze stelling. Oké, nou, je mag ook thuis stemmen over deze stelling. Je mag even laten weten wat jij vindt over deze stelling. Maar laten we eerst eens even beginnen met een klein debat. En dat gaan we doen tussen de partijen ChristenUnie, D66 en Partij voor de Dieren. Nou, in dit geval heeft Lammert de meest afwijkende mening. Ik neem aan dat jij het oranje maakte omdat jij een nuance wilde toevoegen hieraan. Maar je mag hem uitleggen, waarom ben je het niet eens? Ik wil ook even deze laten zien aan de kijkers. Dit is Peter Quint die toch nog aanwezig is. Ja, dat is jouw nuance. Peter Quint. Nuance. Peter is altijd, we kennen Peter als een genuanceerde radicale nuance. Peter, beterschap. Ja. Waarom ben jij het oneens met deze stelling, Lammert? Nou, kijk. Ja, ik herken trouwens wel. Ik ben een tijd economieleraar geweest. En dan moest ik natuurlijk ook pensioen bespreken in de middelbare school. En inderdaad, jongens, vandaag gaan we het hebben over pensioenen. Maar goed, het is superbelangrijk. Dus, en waarom heb ik nou oranje gedaan? Je hebt het al vaak gezegd, ik ben de senior. Ik moet er niet aan denken dat ik zelf, als ik 65 ben, zou moeten stoppen met werken. Ik moet daar niet aan denken. Ik wil gewoon doorgaan als de gezondheid mij nog dat toestaat. Dus in die zin denken wij daar genuanceerd over. Het is wel zo dat we vinden, dat is ook ons partijstandpunt, je moet 40 jaar gewerkt hebben en dan moet je normaal met pensioen kunnen. En dat betekent dat je ook gewoon kan pauzeren, je kan later instappen. Ik ben zelf heel laat begonnen met mijn pensioen, ik denk de meeste mensen. Dus ik wil niet stoppen voordat ik een goed pensioen heb. Dus die 65-grens wat ons betreft niet. En wat de SP betreft wel, heeft Peter mij ook nog toegevoegd. Van, zij zijn ook voor een goed pensioen, 65. Dus je moet meegroeien. En het is inderdaad zo, we worden ouder. Dus we kunnen ook langer werken en ook langer genieten van ons pensioen. Dat is eigenlijk het standpunt. Dankjewel, dat is helemaal helder. Laten we eens even naar D66 gaan. Ja, nou, wij zijn voor deze stelling. We vinden het namelijk eerlijk dat als je langer leeft, dat ook de pensioenleeftijd meegroeit. Niet één op één. We zijn erop uitgekomen dat als je een jaar langer leeft, 8 maanden langer pensioen mag genieten. En dat vinden we zo belangrijk, omdat we niet willen dat alle kosten bij deze generatie, mijn generatie, terechtkomen. Dus dat er voor iedereen een goed pensioen is. En dat we er dus wel voor kunnen zorgen dat je eerlijk en op een goede manier oud kunt worden. Hè? Dus dat we investeren in omscholing. Als je niet lukt, dat er een subsidieregeling is, zodat je alsnog eerder met pensioen kan. Dat je ook flexibeler met je eigen pensioen kan omgaan. En uit onze doorrekening blijkt dan ook dat gepensioneerden er bij ons op vooruit gaan. Dankjewel. Koopkracht. Aniel, ChristenUnie, hoe kijken jullie tegen deze stelling? Ah, ik heb allereerst onwijs veel waardering voor de intro. Want toen ik 17 was, was ik nog helemaal niet bezig met mijn pensioen. Ik ben nu 29 en eigenlijk nog steeds niet heel erg. En tegelijkertijd schetst dat ook waarom het zo lastig is. Ik ben hartstikke voor deze stelling, maar was het maar zo simpel. We hebben in de afgelopen jaren, ik weet niet hoeveel uit mijn hoofd, er zitten hier vele ervaren Kamerleden die weten hoe lang we exact over dat pensioenakkoord gedaan hebben. Maar er ligt een akkoord en perfect? Nee, is het niet. Maar gaan we met dat akkoord zeker stellen dat deze generatie het ook met zijn pensioen beter heeft? Ja, dat wel. Er komt meer gelijkwaardigheid, denk ik, tussen de generatie die nu aan het sparen is voor later. Het enige wat daar nog, wat mij betreft, wat de ChristenUnie betreft, toch aan zou kunnen veranderen, is die vermaledijde doorsnee-systematiek. Ja, ik weet niet of het in het college wel eens teruggekomen van onze economieleraar, maar het idee dat wij... Nee. Maar het idee dat wij als jongeren dus sparen voor een steeds groter groep, wordende groep ouderen, ja, dat is op termijn niet meer vol te houden. Nee. Dus als je wil dat het betaalbaar blijft, moet het meestijgen. Ja. Het enige wat wij als ChristenUnie daar wel bij aan toevoegen, is dat dit alles te maken heeft met wat voor arbeidsmarkt we hebben. Kijk, als we langer blijven leven, is het logischer, zou je denken, dat je ook langer blijft doorwerken. Zwa. Overigens, niet voor alle beroepen zeggen we daar gelijk bij. Maar wat voor arbeidsmarkt hebben we? Is het mogelijk om ook de rit uit te zitten, zou je bijna kunnen zeggen? Hoe zorgen we ervoor dat het vanaf je 50ste of 55ste
of als je langer door wil, geen eindsprint wordt om die pensioensleeftijd maar te halen. Bouw er voldoende voorzieningen in die het ook makkelijker en mogelijk maken om die pensioensleeftijd met goed fatsoen te halen. Ja, Lammert, dan mag jij op reageren. Ja, nou, prachtige woorden. Grotendeels eens ook weer met Aniel van de ChristenUnie. D66 vind ik iets problematischer, want ik waardeer heel erg de woorden. Maar als je nou ziet dat de architect van het pensioenakkoord, Wouter Koolmees, een pensioenakkoord gebouwd heeft met instemming inderdaad met name van de oudere generaties. En als je realiseert dat het pensioenakkoord gebaseerd is op twee keer gokken, namelijk, waarom is dat twee keer gokken? Je gokt eigenlijk dat de beurzen stijgen, want je wordt meer verantwoordelijk voor je eigen pensioeninleg en dat moet je gaan beleggen. Dus je gokt op groei van beurzen. Dat is één keer gokken. En twee keer gokken is die beurzen, grosso modo, en zeker als het gaat in het tempo waarin we nu gaan met de versnelling van de vergroening, gok je dat het ook goed komt met de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Dus dat is groei gebaseerd op CO2-uitstoot. Dus wat Wouter Koolmees gepresenteerd heeft, en wat met name gunstig is voor mijn generatie, ik zeg het er maar even bij, jee, top, ik zit goed, jee, top. Maar jij, jonge dame, jij zit er beroerd bij. En ook jonge mensen, jij ook, jij zit er beroerd bij, want er is een pensioenakkoord gemaakt. Twee keer gokken. En dat is slecht. En het zou heel goed zijn als jongeren zich dat realiseren. We gaan deze jonge dames aan het woord laten. Carline? Ja, ik voel me ondertussen best wel een vrouw, maar wat wij wel belangrijk vinden... Ik wou je niet beledigen. Nee, weet ik niet. Dus zeker niet. Maar wat we belangrijk vinden is dat je dus ook wel meer grip krijgt binnen dat fonds om zelf te kijken waarin je belegt. Dus je zou inderdaad in de grijze industrie kunnen gaan. We hadden het eerder over klimaat, dat die groene energie-industrie heel veel kansen biedt. Dat je ook daar zelf grip op hebt waar je belegt. Ja. En op dit moment is het wel houdbaar en betaalbaar, ook voor mijn generatie. Maar daardoor zijn we dus wel voor die 8 maanden versus een jaar constructie. Dat je niet vol een jaar langer werkt als je een jaar langer leeft. Lammert? Nou, ja, ik snap dat je zegt van het is nu wel betaalbaar. Maar nogmaals, die keuzevrijheid die jij denkt te hebben, die heb je helemaal niet. Dus het is niet zo dat jij een beetje vrij kan gaan beleggen in van, oh, ik wil niet grijs beleggen. Dat is niet zo. Dat is toch nog voor een deel gecollectiviseerd. Maar wel zodanig dat als het slecht gaat, krijg jij minder pensioen. Ja, het zijn en dat is gewoon, je bent gewoon het gokken met je. Okay, met ik ga eens even naar Aniel, ChristenUnie. Nou ja, ik ga hier niet pretenderen dat ik de systematiek tot op elk detail ken. Maar wat hier gebeurt is natuurlijk wel waar het om heeft gedraaid. Deze collectiviteit, dat de senior en de junior of medior en medior, net hoe ze elkaar kwalificeren, om elkaar geven en zeggen in dit land zorgen we voor een bepaalde solidariteit, zorgen voor een collectief systeem. En ik ben heel blij dat dat in het pensioenakkoord overeind is gebleven. Nou ja, ja, dat, ja, nou, stevig. Denk je? Ja, nou, nee, dat denk ik. Kleine lettertjes. Zoveel details heb ik me dan in ieder geval laten instrueren. Maar dat je dus wel ziet dat die collectiviteit ervoor zorgt dat deze generatie niet alleen meer verantwoordelijk is voor de generatie later. En dat die gelijkwaardigheid veel meer terugkomt. Ja. Oké, we gaan het zo dadelijk eens verbreden naar alle andere debatten. Lammert, wil jij nog het laatste woord bij deze stelling, omdat je de meest afwijkende mening had? Nou ja, ik denk nogmaals, hoe lastig het ook is als je jong bent en dat nog heel lang weg lijkt, verdiep je daarin. Want het, nogmaals, de solidariteit is echt aangetast, ook tussen generaties. Ja. We gaan het debat eens verbreden inderdaad. En eigenlijk, voor de kijkers thuis zeg ik ook even bij, de hoofdvraag is van hoe hou je dit systeem betaalbaar? Hoe zorg je dat het voor de generatie die nu kijkt, dat het systeem er nog is? Want zodra mensen beginnen met werken, gaan zij uiteindelijk ook betalen in dat systeem. Ze gaan AOW-premie betalen, dus dan is het van belang dat het er is. Sindo, hoe kijk jij daar tegenaan? Ik denk dat het CDA vanaf het begin de solidariteit van het pensioenstelsel heeft benadrukt. Wat wij hebben gedaan is in het pensioenakkoord, in ons verkiezingsprogramma staat dat in het pensioenakkoord een heel goed plan ligt. De jongeren en de ouderen moeten er samen een gedragen stelsel voor de toekomst van weten te maken. We zijn wel kritisch op een aantal onderdelen die dat met zich meeneemt. Met name voor de groep die in de overgangsregel zit. Mm-hmm. Wij maken ons zorgen over degene die nu zeg maar zo 50 plus zijn. Ja, sorry, die zien gewoon zoveel tijd hun pensioenleeftijd stijgen. En ook geconfronteerd wordt met een veranderend stelsel. Ja. Misschien daar niet op voorbereid waren. Maar is dat ook niet gewoon, als jij boven de 50 bent en de pensioenleeftijd stijgt, dan kan je zeggen van ja, dat is vervelend. Aan de andere kant, je leeft ook gewoon langer. Nee, hebt wel gewoon veel tijd van je pensioen te genieten. Ja, dus het CDA maakt die koppeling ook heel duidelijk. En de nuance die D66 maakt, die spreekt mij ook erg aan. Dat je goed moet kijken welke kwaliteit van leven
lezen daarbij hoort. Ja. Want je leeft langer, maar wat kun je daarmee? Ja. Sommige zware beroepen moet je uitsluiten. Ja. Maar vergeet niet de groep die op dit moment in die leeftijdscategorie van 50 plus zit en geconfronteerd wordt met een veranderend stelsel en het niet voor elkaar krijgt om zich er tegen te verzekeren wanneer ze in een pensioengat vallen. Ik heb wel het idee dat over het algemeen 50-plussers goed vertegenwoordigd worden in de politiek. Ik weet niet of dat even goed gaat voor jongeren, die overigens ook minder vaak gaan stemmen, dus oproep voor iedereen om zeker te gaan stemmen. Maar ik heb het idee dat 50-plus, er is zelfs de partij voor, jongeren worden minder goed gehoord door de politiek. Ja, tegelijkertijd denk ik dat jongeren ook heel duidelijk het belang van die solidariteit op de lange termijn zien. Okay. En ik denk dat voor het CDA ook een grondbeginsel is. Ik moet even wat andere mensen erbij gaan betrekken. De linkse partijen zitten wel in een interessante positie, want jullie zijn het eens met de stelling, maar jullie denken er anders over dan de SP. Lisa, hoe verklaar je dat verschil? Nou ja, je moet natuurlijk ook kijken naar hoe het betaalbaar blijft. Maar ik wil hier wel graag op reageren. Want inderdaad, de groep 50 plus is goed vertegenwoordigd. Maar we hebben het wel over een hele specifieke groep. Namelijk de 50-plussers die mondig zijn. Die vaak zelf een hele goede baan hebben. Die het gewoon goed voor elkaar hebben. Ja. En ik noemde het in het vorige debat al. Er is een enorm verschil. Die ongelijkheid die groeit in Nederland. Als je kijkt naar het verschil tussen mensen die het goed voor elkaar hebben. Die een studie hebben kunnen volgen. Die leven gemiddeld 7 jaar langer. Dat is eigenlijk een grove schande als we dat ons... Ja, als we daar ons van bewust zijn. Je hebt gewoon een hele groep mensen, die heeft het beter voor elkaar. Leven langer, leven gezonder enzovoort. En daarom zou je ook in een nieuw pensioenakkoord echt rekening moeten houden met zware beroepen. Moet je niet één lijn trekken, maar moeten we echt rekening houden met de individuele situatie. Ja. Want die is heel erg anders voor iedereen. Mensen inderdaad die kijken, die doen een studie aan een hogeschool, die hebben waarschijnlijk een goed leven voor zich. Dennis, hoe kijk jij tegen deze stelling? Ja, moet je rekening houden met die zware beroepen? Nou, ik deel wel echt dus wel wat Lisa zegt. Met het risico dat ik nou als nerd klink, maar ik heb hier voor 5 jaar bij een pensioenfonds gewerkt. En daarvoor zat ik bij de FNV en dan ben ik actief geworden vanwege pensioen. Want de FNV heel actief campagne voert met 65 moet 65 blijven. En ik dacht, ja, dan schuif je dus rekeningen door naar de toekomst. En ik ben ook nog eens dicht betrokken geweest bij het pensioenakkoord. En het belangrijkste denk ik voor jongeren om te weten is dat je 1 dag in de week werkt voor je pensioen. Dat is nogal wat. Hè? Dus een dag in de week van je salaris gaat weg. Dus het is heel belangrijk dat je je ermee bemoeit. Het is wel jouw geld. Tegelijkertijd 1/3 van het hele pensioen aan het eind, gemiddeld is het bijna 1,5 miljoen, heel veel geld. 1/3 daarvan heb je zelf betaald. 2/3 is dus rendement. En het is dus ook gek om te denken, ja, daar kunnen we dan wel zonder. Nee, dan heb je dus automatisch een lager pensioen. Er zitten heel veel goede mensen van vakbonden, van werkgevers, over die potten te denken. Er zitten ook heel veel mensen onder, daar zat ik ooit bij, die ook wel iets kunnen. En dus je kan daar echt wel vertrouwen in hebben. Maar het is wel belangrijk dat je dan de schakels goed hebt staan. Dus we hebben meer ruimte gemaakt voor mensen om eerder uit te treden. Precies om die zware beroepen. We hebben juist het makkelijker gemaakt voor mensen gepensioneerden om ook weer te indexeren. Dat houdt in dat je elk jaar weer een beetje op vooruit kan gaan. Dus het zit allemaal in dit stelsel. Ik ben er eigenlijk heel trots op dat met zoveel partijen gelukt is. Kan altijd beter, kan nog flexibeler, kan nog beter letten op wat in jouw potje zit. Ja. Vinden wij ook allemaal. Ook dat je bij pensionering nog 10% kan opnemen. Allemaal goede voorstellen. Maar wat er nu ligt, is echt al na 10 jaar lang discussie, echt een hele grote verbetering. Kirsten, hoe kijk jij tegen het feit aan dat mensen misschien wel langer moeten doorwerken? Want ik kan me ook voorstellen dat er nu mensen kijken en die hebben zoiets van, ja, wacht eens even, ik vind 67 al heel ver weg. Misschien moet ik wel doorwerken tot mijn 75ste in het uiterste geval. Dat is ook best wel extreem. En daar ben jij voor. Zeker. Nou, tot je 75ste, dat heb je mij niet horen zeggen. Wij hebben wel volmondig ja gezegd tegen dit pensioenakkoord. Juist vanwege die balans die hier de hele tijd al hier ter sprake komt. De balans tussen betaalbaarheid en solidariteit. En ja, wij vinden het ook een heel goed punt dat we niet bij een jaar zijn gebleven, maar dat het naar 8 maanden is gegaan. Dat was voor ons wel echt een heel, heel belangrijk punt. En wij vinden ook, precies om wat Lisa net zegt, niet one size fits all beleid, maar wij pleiten ervoor dat als je 45 jaar hebt gewerkt. Hè, er zijn bouwvakkers die zijn op hun 20ste begonnen. Verpleegkundigen, al heel jong begonnen. Heel zwaar werk, nachtwerk. Ja. Die moet je echt eerder met pensioen laten gaan. Dank je wel, Kirsten, voor deze bijdrage aan dit debat. Dank jullie allemaal voor het debatteren over de pensioenleeftijd. We hebben dit onderwerp overleefd. Daar ben ik ook wel gewoon blij mee dat dat is gelukt, zeg. Tjongejongen. Goed, we gaan naar het einde toe van dit debat wat we hebben met deze kandidaten. En dat einde bestaat uit het feit dat er gestemd kan worden over...
de winnaar van dit debat. Wie vind jij dat het debat gewonnen heeft? We zetten een peiling uit en dan kun je 30 seconden lang gaan stemmen. Dan mag je vervolgens daar kenbaar maken wie jij vindt dat dit debat gewonnen heeft. Nou, dat is toch wel een klein beetje spanning. We geven mensen even tijd om te gaan stemmen hier. Wat vonden de kiezers? Wat zeg je, Sindo? Wat vonden de kijkers van de stem? Oh, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik inderdaad. Dat is een hele goede vraag. Dat is terecht. Dat had ik even moeten opmerken. 55% van de mensen was het eens met de stelling dat de pensioenleeftijd automatisch moet stijgen als de levensverwachting stijgt. Dus dat is de meest gebalanceerde stelling die we tot nu toe hebben gehad. Misschien verrassend, ik weet het niet. Maar goed, daar kan over worden nagepraat. Heeft er iemand hier al gestemd? Want je kunt al vandaag gaan stemmen, maar dat is over het algemeen iets wat voor mensen zijn die met een iets brozere gezondheid, daar vallen jullie niet onder. Jouw moeder heeft gestemd, ja. Mijn op jou, hoop ja. ik. Dat heeft ze niet gezegd, want het is geheim, hè? Ik mocht wel, ze zei letterlijk in de appje volgens mij, maar je kan er een goed gevoel bij hebben. Ah, okay. Kijk eens. Ja, dat kan ook toch op Lambert zijn. Daar kun je ook een goed gevoel bij hebben. Daar kun je zeker een goed gevoel bij hebben. Ja. Ik zeg er ook maar even bij waar we om strijden vandaag. Dat zijn deze sokken van The Lighthouse. Dus die krijg je mee. En ik heb ze zelfs in twee verschillende maten. Dus of je nou grote voeten hebt of kleine voeten, we hebben hier aan je gedacht, want dat is hoe we het hier doen. Goed, we hebben een uitslag. En ik moet dus even goed kijken of ik dat allemaal goed kan lezen. Ja, dat kan ik goed lezen. Het is spannend. Ik ga de tweede plaats als eerste bekendmaken en dan de eerste plaats. De tweede plaats liever gezegd. Er staat helaas geen prijs voor, maar er gaat wel heel veel eer. Dennis van de VVD, Dennis Wiersma, dames en heren, die mag een applaus krijgen voor de tweede plaats. Hopelijk maar een vrouw, hè? Wat zeg je? Ik hoop niet op een vrouw, want je hebt nog mannensokken over. Ja. Ja. Dan vrees ik dat ik je teleur moet stellen, want de eerste plaats met 32% van de stemmen, als ik het daar goed zie, die gaat naar de Partij van de Dieren. En ik zeg het nog maar een keer, de senior in het gezelschap. Lammert, gefeliciteerd. Nou, een groot applaus voor jou. De echte Mart Smeets vraag op dit moment is natuurlijk, wat gaat er door je heen? Oh, ontroering natuurlijk, hè? Ja, ontroering. Ja, en ik geef graag het woord aan Dennis. Dennis, jij mag zeker wat zeggen. Nee, Mart Smeets zegt altijd, mag ik dat zeggen? Dus ik suggereerde Albert even een klein beetje speaking note. Heb jij grote voeten of kleine voeten? Nou, ik leef op de grote voet. Okay. Maar mag ik ook bedanken trouwens? Ja, dat mag je zeker, ja. Geef maar aan je kinderen. Ik vind het prachtig, ik kijk er graag naar. Okay. En ik zal het beeld altijd in mijn geheugen gegrift hebben dat ik dit had kunnen hebben. Maar dankjewel. Oké, nou dat is heel erg vriendelijk van je. Dat gaan we zeker zorgen dat dat goed terechtkomt. Dank jullie wel allemaal voor het meedoen aan dit debat. Voor jullie aanwezigheid hier. Dank jullie wel ook voor het kijken naar dit studentendebat. Ik zeg het nog maar een keer, maar je kunt inderdaad vanaf vandaag gaan stemmen. Doe dat in ieder geval voor woensdagavond, want dat is het laatste moment waarop je kunt stemmen. Ik zou zeggen, ik hoop dat we je hebben geholpen met dit programma Stemmen van The Lighthouse, om je een klein beetje een indicatie te geven waar de verschillende partijen voor staan. Je kunt anders nog veel meer informatie opzoeken op internet. In ieder geval, dankjewel voor het kijken en tot ziens.